Je weet dat het eraan komt. Binnenkort moet je een presentatie geven in het Engels. En je voelt de spanning misschien al door je lijf gaan. Misschien stel je het voorbereiden van de presentatie al een beetje uit. In deze video twee dingen om in je achterhoofd te houden als je in het Engels gaat presenteren. Het eerste. Vergelijk jezelf niet met native speakers, dus moedertaalsprekers van het Engels. Wat wij als niet-moedertaalsprekers vaak doen, is naar een native speaker luisteren en wow, wat een mooi verhaal. En dan vergeten we bijna om naar de inhoud te luisteren. Een voorbeeld hiervan is toen ik laatst een pitch training gaf aan een groep internationale ondernemers. Als eerste pitchte een Amerikaanse ondernemer. En het klonk fantastisch. Zijn verhaal was heel vloeiend, het was prachtig Engels. En na afloop vroeg ik de andere deelnemers, wat is eigenlijk het product dat in deze pitch naar voren kwam? Daar kwam geen duidelijk antwoord op. Volgens mij iets met HR. Vervolgens pitchte een Egyptische ondernemer. En hij vertelde zijn verhaal. Er zaten wel wat e's en a's in en we hoorden natuurlijk een accent. Maar na afloop vroeg ik weer aan de groep wat het product was van deze ondernemer. En hier kwam een heel duidelijk en helder antwoord uit. Dus zo zagen we in deze oefening dat het prachtige Amerikaans, dat de inhoud niet was blijven hangen. En aan de andere kant het minder sterke Engels, dat de boodschap wel heel goed was overgekomen. Dus de Amerikaan heeft aan de inhoud gewerkt en de Egyptische ondernemer werd vanzelf zelfverzekerder, omdat hij merkte het gaat om de boodschap. Dus volgende keer dat je moet presenteren, vergelijk je niet met native speakers en focus op de inhoud. Het tweede om te onthouden is dat het soms een voordeel is om geen native speaker te zijn. Doordat je vocabulaire kleiner is, zul je automatisch meer tot de kern komen. En dit kan een groot voordeel zijn. Moet je binnenkort presenteren in het Engels? Begin dan op tijd met de voorbereiding. En blijf voor ogen houden dat het om de boodschap gaat. Dus bedenk goed wat je wilt overbrengen en zorg ervoor dat de luisteraar met iets nieuws naar huis gaat. Veel succes! Voor meer tips kun je je abonneren op ons kanaal en vergeet niet deze video te liken.